Stel dat mijn zoontje over 20 jaar ook nog in Ede wil blijven wonen, wat ik hoop, want ik vind het heel leuk om hem dichtbij te hebben. Dan moet er wel plek zijn en dan denk ik dat het een heel mooie plek is om te wonen, het kazerneterrein. Ja, zeker. Besturen is vooruitkijken. Waar moeten onze inwoners wonen? Wat voor werk is er voor hen en waar? Besluiten nemen en uitvoeren kost vaak veel tijd. En besluiten die nu genomen worden, hebben soms pas na 20 jaar effect en gaan vaak met grote investeringen gepaard. De laatste hand wordt nu nog gelegd aan Kernhem. 20 jaar later. Als gemeente heb je niet voor elke toekomstige ontwikkeling meteen de juiste koers. Maar je kunt wel al in de goede richting sturen. Als je niets doet, weet je zeker dat je te laat bent. Dat is geen optie. Ja, ik zou hier graag willen wonen. Omdat ik hier ook werk. Maar ik mis nog wel iets hier. Ik denk het stadsgevoel. Iets meer sfeer voor horeca, wat minder leegstand in de binnenstad, zeg maar. Steden in Nederland specialiseren zich. Rotterdam zet in op de haven. Nijmegen op haar universiteit en het academisch ziekenhuis. Een bewezen strategie om klaar te zijn voor de toekomst. Voedsel, dat past naadloos bij Ede. Een fors aantal foodbedrijven en de Universiteit van Wageningen, wereldberoemd om haar baanbrekend onderzoek op dat gebied. Dit thema gaat een motor worden voor een gezonde economische ontwikkeling. Food is essentieel. Het wordt alleen maar belangrijker in de wereld. Er komen nieuwe bedrijven, er komen nieuwe mensen. Dus de mensen die er wonen in Ede, die zullen ervan genieten. Niet alleen omdat ze veel meer zullen weten van wat voedsel is, maar ook omdat ze geld ermee gaan verdienen. Maar goed, ik denk dat Ede wel nog echt kan verbeteren als het gaat over daadkracht vanuit de gemeente. Zeg, dat er iets meer doorgepusht mag worden voor het stadsgevoel. Dus dat er wat meer initiatieven mogen komen en ook wat sneller eigenlijk gereageerd mag worden om die initiatieven te kunnen oppakken. En daar past de ontwikkeling van het World Food Center gebied perfect bij. Een levendig stadsdeel en dé food ontmoetingsplek voor consumenten, bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Een gebied als het World Food Center heeft een katalysator nodig. Een trekker voor het gebied. En zo ontstond het idee voor een experience. Een thema-attractie waar je als gezin naartoe kunt. Een doe, ruik, proef, ervaar en beleef plek. We zijn van een klein bedrijfje een bedrijf geworden waar 100 mensen werken. Maar dat is ook wel het gevolg van de aantrekkelijkheid van deze regio. Kennisontwikkeling, maar ook stukjes bevordering innovatie op het gebied van food. Een langlopende gebiedsontwikkeling, zoals het World Food Center, is een grote investering in de toekomst. Een investering die geld kost. Sinds de aankoop van de gronden in 2011 zijn de kosten voor het bouwrijpmaken enorm gestegen. De rente die de gemeente betaalt op de lening loopt al jaren door. Is het uitzonderlijk? Nee. Als we nu doorpakken, snel beginnen en de experience neerzetten als trekker, dan kan dit op termijn zo'n 1500 directe banen opleveren en indirect nog veel meer werkgelegenheid. Het positieve imago wat dit prachtige gebied met zich meebrengt, heeft op alle bewoners en bedrijven van de gemeente impact. Dit is vooruitkijken. Besturen met het oog op de toekomst.